Zo, nou, een goede avond. Nou, het is nog geen 7:30, maar dat geeft niet. We wachten nog eventjes. Ondertussen kan ik natuurlijk al wel even een keuze maken. Want ik heb ramen. Ja, en ik vind ze allemaal zo leuk. Maar ik denk dat ik vanavond voor deze ga. Dan pakken we die er vast bij. Zo. Nou, ik moet eerlijk zeggen, wat ik in de planning had... is een beetje veranderd in mijn hoofd. Ik had eerst een canvasje willen doen. Maar het gaat iets anders worden. Ik ga nu aan de gang met 300 grams aquarelpapier. Die link moet ik nog even doorgeven. Maar dat is ook wel te vinden. 300 grams aquarelpapier is niet zo heel moeilijk. En de meeste van jullie hebben dat waarschijnlijk wel. Of... het kan eventueel ook op 200 gram. Nou, het is weer een demo dag vandaag. Dus dit is als het goed is de laatste van jullie, de derde. Vanmorgen was Corinne er, vanmiddag was Janine er. En vanavond ben ik er. Dus hopelijk zijn jullie alle lives van vandaag nog niet zat. Maar goed, ik wacht even totdat het echt 7:30 is. Ik ga dan... even zo. Ik ga ondertussen gewoon even de raampjes uitsnijden. Even kijken, want die wil ik graag open hebben. Althans, dat lijkt me wel leuk om daar die witte vakken uit te snijden. Alhoewel het ook wel kon met de vakjes er nog in. Maar de vakjes eruit is natuurlijk leuker. Dus daar begin ik dan maar even mee. Voor degene die dan nog binnenkomt, die heeft dan eigenlijk niks gemist. Ja, alleen dat ik dus die keuze heb gemaakt dat dit raam het gaat worden. Ik had twee vellen. Die zijn van Scrap & Me. Ik kan ze nog wel even laten zien. Kijk, dat zijn allemaal verschillende ramen. Met vensters of zonder vensters. Dus daar heb ik dus een keuze van gemaakt dat ik deze ga gebruiken. En ik zie nu... dat hij er twee keer op zit. Dat is dezelfde. Oh, die is iets kleiner. Oké. Nou zie ik het, ja. Ze zitten er... sommige zitten er twee keer op. En dan iets een ander formaatje. Nou, dat zie ik nu pas. Maar dat geeft niet. Dus ik ga even die... witte vakjes eruit snijden. En ondertussen is het dan al wel... goed 7:30 geweest... dat ik met de rest kan beginnen. Zo. En ik heb toch even iets anders bedacht. Ik ben eigenlijk wel dezelfde materialen nodig. Maar ik ga het toch een klein beetje anders doen dan een canvasje. Want dan hebben jullie er ook meteen weer een leuk patroontje bij. Voor eventueel een kaart. Ik zoek er een met allemaal lijstjes. Ja, moet ik even denken. Lijstjes zitten ook vaak op Minty. Hey, ik heb een klein vliegje. Minty heeft, dacht ik, ook iets met lijstjes. Maar helemaal zeker weten doe ik het niet. Die had wel van die boekjes, die floral boekjes.
Volgens mij zaten daar ook iets van deuren in. En AB heeft volgens mij ook een vel met doors. Misschien als je dat even in de zoekmachine gooit, iets van doors, staat mij ook iets van bij. Dat er, lijstjes zocht je, sorry. Ik zat even aan deuren te denken, lijstjes. Nou, wie weet schiet me zo nog iets te binnen. Dan gooi ik er dat nog even in. Nou, ik ben dus even de deur aan het uitknippen. Of nee, nou haal ik alles door de war. Deuren, ramen, lijstjes. Ik ga even de luiken van het raam uitknippen. Of ik die erbij ga gebruiken, weet ik nog niet helemaal zeker. Het ligt een beetje aan hoe vol als mijn creatie gaat worden. Maar dat zullen we zo zien. Ik knip ze in elk geval wel uit. En de raampjes, die snij ik er altijd eerst uit, voordat ik het raam verder uit ga knippen. Dan is het papier nog lekker stevig. Als je nu alleen zo'n framepje hebt en je moet dan die raampjes er nog uitsnijden, dan is het vaak zo, hoe noem je dat met een mooi woord, fragiel. Dus ik doe altijd eerst de binnenkant eruit en dan ga ik hem buiten, de buitenrand uitknippen. Zo, nou, ik heb een raam. En nu is het inmiddels goed 7:30, dus dan kan ik ook echt van start. Even die rommel aan de kant. En dan heb ik een vierkant, of een vierkant, een rechthoekstuk. 300 grams aquarelpapier in dit geval. Dat wordt mijn basis. Dus niet het canvasje wat ik dus eerst wilde doen. Maar ik heb even wat anders bedacht. Schoot me net te binnen. Ik zat nog even te wachten totdat het bijna 7:30 was. Ik denk, ik doe dat canvasje ook niet. Ik ga wat anders doen. Even denken. We gaan hem snijden. Of nee, hij is natuurlijk al 21. Ja, natuurlijk. Hij blijft 21 hoog. Ik ga hem dan rillen op 10,5. En op 11,5. Even goed rillen, want het is dik papier. En dan ga ik hem snijden op 22. Zo. Dit strookje, als het goed is, is dat dan weer achter. Nou, nee, deze niet. Dan pakken we er zo nog een stukje bij. Ik heb hier nu een 300 grams aquarelpapier basiskaart. Zo, dus dat is een mooie stevige basis. Ik ga nu rillen op 1 en 2 centimeter, maar ik blijf dan ook 1 centimeter vanaf de boven- en de onderkant. Nou, ik doe dat even met de snijmachine, maar je kan het ook natuurlijk met een potlood en liniaal even meten en dan rillen. Nou, ik doe hem van 1 naar de 10. En deze die komt dan op 9,5. Want ik zou alles rillen op 1 centimeter. En dan op 2 centimeter. Ik moet wel even flink duwen, want het is lekker dik papier. Dan ga ik nog een keer rillen op 2 centimeter, maar dan blijf ik ook 2 centimeter uit de kant. Dus ik ga niet helemaal door naar boven, maar ik begin dan ook op 2 en dan ga ik hier naar 19. Dus 2 naar 19. Dan leg ik hem weer op 2
in de breedte. En dan ga ik weer van 2. En in dit geval moet ik naar 8,5. Dus weer een centimeter kleiner. Even kijken, ben ik nou rond geweest? Nee, hier moet er nog één. Deze moet nog op 8,5. En deze moet ook nog op 2 centimeter. Zo. Nou, ik weet niet of het te zien is. Maar ik heb nu dus 1 keer gerild op 1 centimeter. Langs alle kantjes van de voorkant. En op 2 centimeter. Maar dan echt niet doorrillen. Maar echt... zodat die buitenste rand ook ongerild blijft. Dus je hebt centimeter, centimeter, middenstuk. Dan ga ik hem openklappen. Dan pak ik even een klein snijmatje. En een liniaal en een mesje. En dan leg ik mijn liniaal op het gerilde hoekje, het eerst gerilde hoekje. En dan moet ik hier ook naar dat eerst gerilde hoekje toe. En dan snij ik er een kruis doorheen. Dus van het eerste gerilde naar het onderste gerilde. Dus die middelste rillijn, die snij je gewoon door. Dat doen we ook even andersom. Dus we gaan van deze punt van de rillijn naar deze punt. Dus we snijden er een kruis in. Moet ik even zien waar ik ben. Klein stukje nog. Zo. Nou, die is mooi aan stukken. Dit wordt de voorkant. Maar dit wil ik graag naar achteren. Dus ik draai hem even om. Dan vouw ik die punt... 1 keer naar buiten op de buitenste rillijn en 1 keer naar binnen op de tweede rillijn. En dat doe ik met alle delen. Dus alle vakjes ga ik dat dus doen. Dus ik ga naar buiten rillen en weer naar binnen. Nou, dan zul je zien dat er een kruis komt en die krijgt dan een opening. Dat past dus niet meer mooi aan elkaar. Maar ik heb nou wel een soort van bakje van 1 centimeter dik. Nou, daar moet natuurlijk even een papiertje in. Even hier erbij pakken. Zo. Die is... uit mijn hoofd 9,5, maar we gaan even meten, want meten is weten. 8,5 moet ik hebben bij 19, ja. Dus we gaan snijden. 8,5 bij 19. En dan snij ik er nog maar 1, want ik ben er zo nog 1 nodig. 8,5. Bij 19. Zo. Deze weer aan de kant. En dan heb ik ook mijn raam gaat er vandoor. Die heb ik zo nog nodig. Eentje leg ik er aan de kant. En eentje ga ik voorzien van spray. Nou, dan heb ik altijd als ik spray mijn hele hebben en houden onder de inktspray, dus ik heb nou maar eens even zo'n spraybox meegenomen. Dat leek me toch wel eens handiger, zodat niet mijn hele toetsenbord en alles vol zit met spray. Voordat ik ga sprayen, ga ik er eerst nog even structuurpasta opzetten. Dat kan ik beter even uit de doos doen natuurlijk. Haha. Even de doos aan de kant.
Ik heb daarvoor de Cadence, de Classic, even zien, ja. En een spateltje nodig. En dan heb ik hier de nieuwe Dutch Doobadoo Slimline Mask Art. Met cirkels groot en klein en met leuke, ja, noem het eens, vierkantjes met een sterretje erin. Ook weer in groot en klein. Nou, ik heb best wel een klein kaartje, dus ik doe aan de bovenkant wat van die kleine vierkantjes, sterretjes, noem het eens. En dan leg ik hem zo neer. En dan smeer ik daar gewoon lekker de structuurpasta overheen. Nou, ik ben eerlijk gezegd altijd een hele grote fan van deze spatels. En die zijn er weer, dus daar was ik heel blij mee. Even zien, daar zit nog een gaatje. Nou, daar halen we hem eraf. En dan hebben we een hele mooie gestructureerde kaart gekregen. Even een klein doekje erbij. Anders zit dit straks overal en nergens. Dat ken ik dan wel weer van mezelf. Ik ga hetzelfde ook een beetje nog aan de onderkant zetten. Ja, dan ga ik dat even zo doen. Dat ik deze omhoog hou. Want anders raak ik de andere structuurpasta. Want ik wil deze ook aan dezelfde kant. Maar dan onderaan. En ik moet het maar even zo doen. Want anders moet ik eerst weer schoonmaken en poetsen. En, dus ik ga dat gewoon even omhoog houden. En dan kan ik in één keer door. Nou, volgens mij zit het er wel op. En dat doet het ook inderdaad. Kijk, dan kan de rest in de emmer naast me. Hoppakee. En die vinden we straks wel weer terug. Nou, dit wordt dan de achterste kaart. Even een beetje de randjes. En dan moet natuurlijk even droog worden. Dus ik ga eerst even herrie maken. Nou, en op zich droogt die pasta nog wel redelijk snel. Maar goed, het moet gewoon droog, anders kan ik niet verder. En dan met de heatool niet lang op één plek blijven. Maar beweeg je heatool van links naar rechts, van voor naar achter. En als je te lang op één plek blijft feunen, dan krijg je bruine vlekken. Dan wordt het gewoon te heet. Even de achterkant. Er zit natuurlijk vocht in pasta. En de trek. Waar droog je dit mee? Met de heattool. Een heattool, dat is een föhn. Alleen, ik zou hem niet voor je haren gebruiken, want dan blijft er niks van over. En die wordt gewoon ontzettend heet. Deze heeft twee standen. Je kan hem zachtjes laten blazen, zeg maar. Als je, maar ik heb nooit geen geduld, dus ik zet hem altijd op stand 2. En dan is dit zo droog. En je kan de pasta natuurlijk ook aan de lucht laten drogen. Maar dan moet je iets meer geduld hebben. En dat heb ik niet. de pasta zit erop. Nou ga ik hem wel in de spraydoos doen. Zo. En dan heb ik daar wat sprays bij gezocht. En dat is van Z-Apter. Heb ik de Morning Mist, de Gris. Ik heb de Underwater, de Vert. En ik heb de Gold Mine. Ja, de Gold Mine. Ik ga als eerste die
underwater, die groenige, die ga ik er als eerste op sprayen. Beetje aan die kant, zo. Dan wat van die morning mist. Dat is een beetje een grijsblauwige. Even zien, ja. Dat vind ik mooi. En de goudkleurige, de gold mine, die moet je even schudden. Want daar zit dus glitter in. Dus dat doen we dan maar even, hè. En dan pak ik ondertussen even een stukje keukenpapier. Want ik dep dit een klein beetje af, zodat het toch heel iets lichter wordt. Zo. En dan gaan we er nu de goldmine bij opdoen. Niet overal, maar een beetje in het midden en wat aan de hoekjes. Nou, dit ga ik weer drogen. Zo, nou, dan kan ik hem wel aanpakken. Nou mag hij uit de doos. En dan kunnen we even verder drogen. Denk je nou van, oh, het wordt veel te donker? Je kan er altijd water bij opdoen, hè? Het is allemaal op waterbasis, dus je kan hier rustig water overheen doen. Praat ik zachtjes. José, misschien heb je je luidsprekertje niet helemaal openstaan. Het zit rechts onderaan in je beeld als het goed is. Daar staat zo'n klein luidsprekertje. En die kan je harder en zachter zetten. Of de hele computer of laptop. Nou. Die is volgens mij wel droog. Oh, daar nog. Daar nog een beetje. Zo. Nou. Wat een glans, hè. Ik vind het helemaal leuk. Nu ga ik eerst spetteren met een Posca-pen. Want straks kom ik hier niet meer bij. Dus ik wil dat nu eerst even doen. Zo. Lekker veel in dit geval. Nou. Even de witte spetters weg. Kijk, en dan hebben we dus een kaart met witte spetters. Dan pak ik de basis er weer bij. En dan ga ik een lijn doen op die driehoekjes. Dus alleen op de driehoekjes komt lijm. En daarin komt deze kaart. Nou, die leg je er dan in en dan schuif je die driehoekjes even mooi onder. Zo. Even vasthouden, hè. Het moet eventjes, eventjes vast gaan plakken. Even kijken op de achterkant. Het zit vast. Nou, ik had nog zo'n formaat papiertje gesneden. En daarmee werk ik dan de achterkant af. Dus ik plak gewoon dat papiertje ter afwerking op de achterkant.
Zo. Even weer aanduwen. Dat het ook even tijd heeft van plakken. Dat is altijd wel handig. Nou, en dan hebben we zo al een basis klaar eigenlijk. Daarin. Ik ben hem kwijt. Oh ja. Ik wil zeggen, mijn raam is er vandoor. Maar hij is er nog. Die wil ik daar graag in. En nou wil ik dat eigenlijk een beetje verhoogd. En wat ik ook nog zit te bedenken, is misschien ook wel leuk. Even kijken of het lukt, of ik er ook nog schutmateriaal in kan krijgen. Ik zeg al, ik heb dit net 5 minuutjes voor de live bedacht. Dat ik dit ging doen in plaats van wat ik eerst bedacht had. Dus er komt ietsjes... Ja, andere spulletjes bijkijken als wat ik eerst in mijn hoofd had. Maar ik vond het een beetje simpel. Ik denk, ik ga toch iets anders doen. Ik pak even een stukje mica erbij. Dat had ik natuurlijk allemaal niet in de planning. Maar hier moet wel een stukje mica achter. Even kijken, mijn 3 mm tape. Want het raam is natuurlijk maar heel smal. Even zien. Het beginstukje is een beetje. Nou, dan ga ik dat raam. Ga ik voorzien van 3 mm tape. Want dat past er precies tussen. Wel in. Delen, maar goed, als het er maar achter zit. Zo. Dan al die beschermdingetjes weg. En jongens, ik heb altijd scortape, dus ik vloek die dingetjes eigenlijk heel snel eraf. En het scheurt lekker weg. En dan heb ik natuurlijk mijn mica. Nou, dat heb ik niet op formaat van het raampje geknipt. Even kijken. Ik doe dat gewoon zo. Hij gaat vanzelf al. Zag je dat? Lekker statisch. Ik plak hem zo erachter. En dan knip ik hem uit. Dan heb ik hem altijd even groot als het raampje. Nou, mocht je mica willen zoeken in de webwinkel, dan kun je dat vinden onder transparant papier volgens mij. Maar ik zal na de live even de link doorgeven aan degene die dat erop zet. Want volgens mij als je mica in de zoekmachine gooit, dan vindt hij het niet. Even zien, ben ik de enige moeite heb om? Ik heb de vraag niet helemaal gelezen, maar ik denk dat er staat moeite om de live te vinden. De lives die zet ik altijd in uitgelicht bovenaan de pagina van Facebook. Daar komt de live altijd te staan, dus dat kun je gewoon aanklikken. En anders kun je hem ook wel in de groep vinden, maar dan moet je even scrollen. Want er zijn natuurlijk meer berichten die dan weer boven de live komen te staan. Dus dat is misschien een tipje. Is dat raampje een mal? Nee, dat is inderdaad... oh, kijk, dankjewel Tricien voor de link. Dat zijn die... dat zijn knipvellen van Scrap & Me. Nou, dit raampje heeft dus nu mica. Nou, ik ga dit dus ook totaal, heb ik dit niet voorbereid. Dus ik moet even mijn ding pakken, mijn wasverzachter. Dat hebben we wel bij de hand. En een beetje schutmateriaal.
Ik heb hier ook nog schutmateriaal liggen dat er wel bij kleurt volgens mij. Want deze dingen komen natuurlijk zomaar even, even erbij. Dit was, is dus onbedacht. Ja, 5 minuten voor de live. Wat doe ik mezelf aan? Nou, ik neem een heel klein beetje wasverzachter. Op een doekje. En dan veeg ik even mijn raampje mee in. En ik poets het even een beetje uit. Zodat hij niet meer statisch is. Kan ook met zo'n poederzakje, zo'n anti-static. Maar ik vind dan het raampje altijd een beetje beslagen worden. Dus ik gebruik dan lekker wasverzachter. Ruikt ook nog lekker. Ja, eens kijken. Oh ja, natuurlijk vallen jullie allemaal maar uit mijn bakje. Dat zou ik ook doen. Vraag je 1 strookje, krijg je de 2. Ik heb nog van die strips, van die foam strips. Volgens mij zijn die ook 3 mm, dus dat moet mooi passen. Ik haal er al wel het beschermlaagje af. Want dan kan ik hem een beetje rond maken. Zodat mijn raampje een bakje wordt. En dat bakje, dat moet natuurlijk helemaal dicht. Aan alle kanten. Want anders dan valt straks het schutmateriaal eruit. Spons en zeem. Ja zeg, ik heb de ramen net klaar. Ik ga niet weer beginnen. Al het Sahara zand heb ik... Oh nee, dat was vorige week al dat we dat hadden. Toen heb ik de ramen al gelapt. Nou, even kijken of ik hem goed dicht heb. Nee. Die moet daar tegenaan. Dat bakje echt dicht zit. Nou. Kan er eventueel ook nog gordijntjes voor doen. Aan de achterkant. Is ook wel leuk, hè? Oh, heb ik dat zo snel bij de hand? Haha, er komt van alles bij. Even kijken. Even rommelen. Het is natuurlijk ook wel erg leuk. Ik heb nog van het kant. En dat kan je, ja, kijk, dat kan je zo door midden trekken. Even zien. Een smal tapeje erbij. En dan doe ik dat op het middelste, bovenste. Oh, waar gaan we dat doen? Bovenaan? Ik vind, nou, ik ga gewoon voor de middelste. Ook wel eens leuk. Daar doe ik dan weer dat hele smalle tape op. Wel recht plakken, anders hangen de gordijnen scheef. Dat kan niet. Nou, een raam met gordijn. Wat wil je nog meer? Nou, het gordijn is iets te breed, dus dan knippen we gewoon even een stukje af. Als die maar niet op mijn foam komt, want dan gaat mijn schutmateriaal er weer uit. Nou, kijk nou toch. Is toch grappig? Tenminste, ik vind het wel grappig. Beetje schutmateriaal erin. Dus kijk, ik heb deze nog. Dat is nog een oudje. Van Sizzix. Daar zit ook van alles in. Ik weet niet eens of die er nog wel zijn, maar er zijn 100.000 soorten schutmateriaal op het moment in de winkel. Dus... er zit vast wel wat bij wat past. En dan ga ik voor... ja, ik ga eens voor een beetje wit. En dan doe ik het een beetje andersom. Ik ga het hier neerleggen. En dan plak ik mijn raampje eroverheen. Want anders kan ik niet zien waar die komt, hè.
Zal ik er ook nog een klein beetje van die blauwe in doen? Ja. Klein beetje van die ja, blauw-groenige. Die kunnen er ook nog wel in. Potje goed dicht doen. En anders dan liggen ze weer overal in plaats van in het potje. Nou, even zien. Jij moet daar nog naartoe. En dan gaan we dat raampje in de kaart plakken. De kaart toch niet op de kop, hè? Nee. Zo. Even het foam goed op mijn basis duwen. Nou, kijk nou hoe schattig. Zo. Dan heb ik ook nog een peperpetje met een stenen muurtje. Een oud stenen muurtje. En volgens mij heb ik die ook niet gelinkt. Dat is de CCEPAD019B. Dat is een kleine peperpet. En daar scheur ik een stukje muur uit. Even kijken. Zo. Die daar zo. En die plak ik hier een beetje aan de onderkant, denk ik. Even kijken. Mag nog wel een beetje scheven. Ja, prima. Poesje voor het raam, bloemetjes erbij. Ja, kan allemaal. Maar dat ga ik niet doen. Even wat stukjes muur op de kaart voor een ja, beetje grappig effect vind ik dat wel geven. Oh ja, mijn vensters niet vergeten, die komen ook nog. En dan even zien, waar is mijn... Ik ben alles kwijt. Lint heb ik. Die heb ik. Oh ja, staat natuurlijk naast me. Een bak. Met bloemen hebben we nog. En ik heb... Nee, ik leg even die vensters in het doosje. Ik heb witte bloemen. Maar ik wil geen witte bloemen. Ik wil een beetje van die kleur... Waar ik ook de basiskaart mee heb gemaakt. Dus. Ik pak gewoon de spraydoos er weer bij. En de. Hoe heet dat? De sprays. En dan ga ik gewoon die bloemen. Op kleur brengen. In de kleur van de achtergrond. Een beetje goud en een beetje groen en een beetje grijzig, klein beetje van de groene, niet te veel. Ik spreid er meer naast als erop, maar dat doe ik dus extra. Een beetje meer van die grijzige, die vind ik wel leuk. En nog weer een beetje goud. Zo, even drogen. Kijk, en de binnenkant is nog een beetje wit. Dat kan je natuurlijk ook allemaal besprayen met inkt. Maar ik vind het juist mooi als de binnenkant nog een beetje anders is. Dat mag van mij zo blijven. En zo kan je je bloemen altijd maken in de kleur van je werk. Wil je het meer goudkleurig? Nou, dan doe je er nog meer van die goudkleurige spray op.
kan allemaal. Kijk, als ik nou denk van, goh, ik wil toch iets meer goud. Nou, dan doen we dat. Dat is ook wel mooi, hè? Zo'n beetje aan één kant iets meer goud erop. Zo. Nou, ik heb ook nog wat kleine. Die wil ik ook nog een beetje op kleur brengen. Dus het zijn gewoon allemaal witte. Witte basisbloemen, zeg maar even. Nou is die spraydoos nog vrij nattig. Dus je kan ook zeggen van ik haal hem er doorheen. Maar dan krijg je dus echt die harde randjes. En dat wil ik niet. Ik ga dus echt wel sprayen. Een beetje goud, een beetje van dit en een beetje van dat. En die gaan we ook weer drogen. Blijf dus altijd je hiertoe bewegen, hè? Nee, inderdaad, Maria. Roze past hier niet bij, hè? Dus dat gaat niet. Nee, geen roze vandaag. Nee, een lijf zonder bloemen, dat kan ook niet, hè? Nou, volgens mij... zijn ze wel, ja, droog genoeg. Ja. Hoppakee, doos aan de kant. De basis er weer bij. En nou zoek ik nog even mijn... Oh, ik had nog zo'n... altijd zo'n tasje met bladeren. Ook altijd leuk. Nou, moet eens een keer weer aan de knip, want er zitten er niet zo heel veel meer in, zie ik. Het schiet mooi op. Ja, ik heb natuurlijk van alles gemaakt met bladeren. Dus we moeten even weer bijvullen. Hè. Ik heb die, die luiken. Nou, die wil ik graag een beetje zo schuin. Heb ik ze zo goed? Ja, ze zijn niet zo om. Maar ze moeten van binnen naar buiten rond zijn. Even kijken. Doen we dat met een hete lijmpistool? Gaan we dat doen? Ja, dat gaan we gewoon doen. Hoppakee. Die komt een beetje aan die buitenkant. En deze. Komt natuurlijk aan deze buitenkant. Zo. Ja, nou, dan... gaan we eerst maar weer eens een vulling erbij pakken. Want we zijn weer live, hè. Dan is die altijd op. Even zien. Ik heb ook nog gewone witte bloemen. Crème. Beetje crème. Gaan we... even zien. Ik heb me alweer zo vol gebouwd. Kijk, van die JMA-collectie hebben we ook nog van die andere. Deze. Dat zijn de JMA bloemen. Die zitten volgens mij ook wat kleuren in. Die hier heel mooi bij passen. Denk ik. Ja, we gaan gewoon van alles door elkaar gebruiken. Waar is mijn stokje? Doe even met een dikke ZT-prikker is dit volgens mij. Daar krul ik die steeltjes nog wel eens even mee op. Dat geeft dan weer zo'n leuk effect. En dan gaan we eens even kijken of we er een mooie bloementoef op kunnen krijgen. Even zien, deze wordt denk ik wel een beetje erg hardblauw.
vind toch dat die van de JMA wel kunnen, maar dan de, zoals deze, de lichte kleuren. Een beetje frommelen met elkaar en dan komt dat wel goed. Nou, een blaadje. Die proppen we daartussen. Als die verf nog nat is, waarom doe je er geen papiertje in dep? Ja, dat kan ook. Dat kan ook zeker. Even in de spraydoos, zeg maar. En dan even deppen met een papiertje. En dan heb je meteen een mooie achtergrond. Ja, dat is een hele goeie. Even kijken, weer een takje ertussen. En dit vind ik toch zo leuk om te doen. Het is, ja, het valt volgens mij wel onder mixed media, maar het wordt uiteindelijk toch nog een kaart. Bij dit lijmpistool niet van die draden. Nou, dat ligt vaak niet echt aan het lijmpistool, maar aan hoe je ermee omgaat. Klinkt misschien heel stom. Ik zal het zo even uitleggen wat ik daarmee bedoel. Zal ik er nog een witte bij doen? Dat is ook wel leuk, hè? In plaats van al die gekleurde. Als je lijmt met een lijmpistool, dan krijg je inderdaad vaak van die draden. Nou, wat ik doe is, even kijken hoe ik dat mooi kan laten zien. Kijken, gaan we er nog een bloem bij plakken, dan kan ik het wel laten zien met die bloem. Ja, we plakken gewoon bovenin nog een bloem, al is het alleen maar even om te laten zien hoe ik het met het lijmpistool doe. Nou, lijmen met een lijmpistool geeft heel vaak draden als je lijmt door lijm op te zetten en dan dit terug te trekken. Kijk, dan krijg je allemaal van die draden. Wat ik doe is ik neem een lijm, of een, in dit geval een bloemetje. Ik zet daar een dot lijm op en dan waar ik klaar ben, veeg ik het eigenlijk af aan de bloem. Dus ik trek het niet, maar ik veeg het af. En dan kan je hem plakken. Zonder draden. Dus zo doe ik dat. Ik zal het nog een keertje doen. Door de lijn vegen en je hebt geen draden. Nou, nog weer van die blaadjes erbij. Een beetje omvouwen, vind ik ook wel leuk. Kijk, en dan knippen we hier nog weer een deel van het steeltje eraf. Kijk, nou trok ik ook, dus ik kreeg nou ook een draadje. Wat je dan kan doen, als je draden op je werk hebt, even met de heat tool eroverheen, dan smelten die draden zo weg. Dat is misschien ook nog weer een ideetje. Even kijken, deze heb ik ook gespreid op kleur, dus die moet er gewoon bij op. Of het past of niet, hij komt er gewoon bij op. Hoppakee. Nou, ik pak gewoon het hele raam, pak ik gewoon in met bloemen. Kan allemaal vandaag, zeg het met bloemen. Kijk eens. Ik vind het zelf wel weer leuk, moet ik eerlijk zeggen. Ik hou wel van dit soort dingen. Van dit soort creaties.
Nou, ik denk niet dat ik er nog heel veel bloemen en toestand bij op moet doen. Wat ik wel leuk vind zijn die balletjes. Ben ik alleen weer een plastic zakje vergeten mee te nemen. Maar goed, dat doe ik gewoon hier even op mijn craft sheet. Met een dotje lijm. In dit geval heb ik de Liquitex. En een spateltje. Dat is wel genoeg, denk ik. Liquitex is gewoon een gel medium. Wat lijm is. Het kan ook met een Mod Podge. Ik even denk een hard sealer. Wat heb je nog meer van die dingen? En dan heb ik van die balletjes. Nou, ik heb ze nu nog van Powertex. Maar ze zijn van Cadence ook veel. Maar ik moet deze ook een keer opmaken. Want die staan er ook al zo lang. Maar het zijn allemaal dezelfde balletjes. Of ze nu van Powertex zijn of van Cadence. Dat is allemaal hetzelfde. Nou, die ga ik door die lijm zetten. Maar ik wil er ook graag een kleurtje aan. Waar zijn mijn sprayflessen? Oh ja, in de doos. En dan ga ik nu voor dat goud. Dus ik ga daar gewoon een beetje van dat goud doorheen sprayen. Een klein beetje. En dan pak dat gewoon op. Dat gaat gewoon door de lijm. Op die balletjes. Nou, het knespert leuk. Het is een soort, ja, misschien ken je die van die bruine korreltjes. Even kijken. Ja, lijmpatronen, daar ligt het niet zo heel vaak aan. Wat je ook kan doen is, mocht je klaar zijn met lijmen, maar je wil hem nog aanlaten, even dit lijndingetje achteruit trekken, dat hij dus niet meer vooruit geduwd wordt. Volgens mij hebben jullie het daarover. Ik mis sommige dingen een beetje. Maar ik moet zeggen, ik heb deze al jaren, hij ziet er ook niet meer uit, van Sizzix, niks meer aan de hand. En ik heb die van dingen ook gehad. De vazen is ook een prima ding. Dus gewoon blijven oefenen. Uiteindelijk kunnen we allemaal wel lijmen. Even een spateltje erbij. Dan ga ik die balletjes, die ga ik hier een beetje tussen proppen. Het ziet er eerst heel vreemd uit. Want die lijm zit er natuurlijk allemaal door. Maar dit droogt straks heel grappig op. Die lijm die zakt dan weg, zeg maar. En dan krijg je echt die korreltjes nog te zien. Zonder al die lijm, zeg maar, er nog in zit. Nou, ik druk dat gewoon overal een beetje tussen. En zeg, het ziet er nu een beetje vreemd uit. Maar dat komt wel, als het droog is, wel goed. Dit gaat niet zo mooi met de heat tool. Dus dit moet ik echt lekker aan de lucht laten drogen. Ja, hydrokorrels van de planten. Die oranje-bruinige dingen. Daar lijkt het heel veel op. Ze klinken ook een beetje zo. Misschien wil het daar ook wel mee. Maar ja, die zijn zo groot, hè. Zo. Nou, die kieper ik in de emmer. Oh ja, dan moet ik dat prutje nog even kwijt. Wat ik ook wel eens doe om die balletjes op kleur te brengen is... hoe heet dat? In een plastic zakje. Wat lijm doen in het hoekje. En dan gooi ik die balletjes bij. En dan doe ik er wat kleur bij. Van inkt of wat dan ook. En dan kneed je dat zakje een beetje. En dan heb je ze ook op kleur. Dus dat... Dat kan dus ook. Even zien. Ik heb nog een beetje goudkleurige wax. En... Ik zet daar een beetje van op mijn craft sheet, dat ik niet meteen een hele dikke klodder aan mijn vinger heb. Ik mag dit natuurlijk wel graag met mijn vingers even doen. En dan ga ik mee langs de randjes. Niet te veel, maar een klein beetje
accentjes geven en dan weer met een beetje goudtint, omdat dat dus ook in de achtergrond zit. Nou, het moest dus een canvasje worden, maar 5 minuten voor de uitzending bedacht ik ineens, ik maak er geen canvas van, ik maak er gewoon zo'n kaart van. Nou, die wax die kan je ook op de randjes van de bloemetjes doen. Dat heb je gewoon een klein beetje langs de randjes. Dan wordt het nog net ietsjes meer vintage-achtig. Vooral die witte. En dan moet ik even kijken. Die nog even een beetje. Zo. Dan heb ik nog een beetje witte. En hier deze nodig. Beetje witte verf en een klein kwastje. En even kijken, heb ik nog een klein kwastje in de buurt. Deze is wel goed. En dan ga ik nog een beetje langs die blaadjes met een beetje wit. In dit geval is het een beetje witte crackle paint, maar goed, dat kan ook met een witte acrylverf, witte gesso, kan allemaal, wat je zelf maar leuk vindt om te gebruiken. En wat je eventueel op voorraad hebt. Maar witte gesso werkt ook prima. Om toch een beetje wat ouderlijke look te geven. Nou. Ik kan ook nog iets in de bloemetjes stoppen. Klein beetje. Het heeft net een wat grappig... Ja, een beetje ouderlijk vind ik het er dan uitkomen te zien. Zo, nou die ploppen we ook in de emmer. En dan heb ik hem volgens mij klaar. Ik kan er nog een tekst op doen, maar ik laat hem nog even tekstvrij. Want ik weet nog niet wat ik ermee ga doen. Nou, dit ziet er nu nog een beetje... beetje vreemd uit met die dikke lijmlaag ertussen. Hij kan in een brievenbusdoosje. Het is een slimline met een verdieping zeg maar erin. Maar je kan hem gewoon open doen en beschrijven als kaart. Nou, en dit kan je dus doen op een leuke achtergrond met die Dutch Doobadoo. En dan de deuren, de knipvellen en lekker veel bloemen. En ja... Ik hou er gewoon van. Ik kan eventueel ook nu nog weer gaan spetteren. Ik heb natuurlijk op de achtergrond ook al gespetterd. Het zou ik kunnen doen. Maar ik denk niet dat het veel extra waarde geeft. Nou, hebben we dat ook gedaan. Wat je ook nog kan doen zijn die randjes nog plakken met leuk designpapier of wat ook. Maar goed, zo is die... geworden en ontstaan. Dus een schutkaartje, maar dan in een, met een verdieping. Dit was het weer voor vandaag. De 3 live workshops zitten er weer op. Ik hoop dat jullie weer een leuke kijkdag hebben gehad. Tenminste, volgens mij waren het allemaal kijkuitzendingen. Ik dacht het wel, hè? Ja. Ja, klopt. Waren allemaal kijkuitzendingen. En nou, dit patroontje heb ik ook al op... het blog geschreven, dus als die aan de beurt is, wordt die ingepland en dan komt daar wel weer een bericht van op Facebook. Ik dank jullie wel voor het kijken vandaag en graag tot, ik denk dat ik er woensdag weer ben. Wie weet tot dan. Dag allemaal!